De komende tijd zullen we het zonder dit beeld moeten doen. Want sinds deze week zijn er vanwege het coronavirus geen collectieve groepstrainingen van FC Groningen op Sportpark Corpus den Hoorn. Tot en met 6 april zijn de deuren bij FC Groningen gesloten. Afgelopen weekend werd inderdaad bekend dat onder andere ook sportclubs terrein moesten gaan sluiten. Voor de eredivisieclubs gold dat zowel het trainingscomplex als het stadion dicht moesten. Dus ja, we zijn heel snel moeten gaan schakelen. Eerst uiteraard aan het kijken aan de voetbalkant. Jongens mogen niet meer en kunnen niet meer trainen, dus die wil je zo fit mogelijk houden. Moeten thuis blijven, ze willen ook binnen blijven. Dus die hebben allemaal een apart programma meegekregen. Mogen ze inmiddels wel 1 keer per week dan nog testen op fitheid. Dus dat doen we dan ook. Uiteraard wel allemaal volgens de RIVM-regels. Dus niet in een grote groep, maar gescheiden in duo's komen ze binnen met de gepaste afstand van 1,5 meter. En je gaat ook kijken natuurlijk naar de rest van de organisatie. Het stadion zit dicht. Eigenlijk alleen de groundsmen zijn nog aan het werk. En voor de rest heeft iedereen opdrachten meegekregen en zelf met zijn afdeling gaan nadenken. Wat ga ik nou juist in deze periode tot en met 6 april doen? Kleine zaken als Microsoft Teams is geïnstalleerd, zodat je ook met elkaar weer kan bellen. Dat je elkaar toch nog kan zien. Het brengt aan de ene kant wel weer nieuwe dingen met zich mee. Maar over het algemeen is het natuurlijk heel vervelend dat je op deze manier moet werken. Ja, want het brengt natuurlijk heel veel onzekerheid mee. Ja, voor de lange termijn helemaal. Omdat je niet weet wanneer je dit seizoen gaat uitspelen. Of dat met publiek is of dat zonder publiek is. Ik denk ook dat je goed moet kijken naar wat gaat er daarna eventueel met de economie gebeuren. Hè? Want uiteindelijk merk je ook nu wel dat er niet voor niks een noodfonds is opgericht vanuit de overheid. Dus dat betekent dat heel veel ondernemers en bedrijven getroffen worden. Maar de grootste onzekerheid zit natuurlijk in het virus zelf. Wat betekent dat voor jezelf, maar ook vooral voor de mensen die je lief hebt. Voor de algemene volksgezondheid. Dus het is een hele bijzondere, maar wel bijzonder vervelende periode, denk ik. Ja, ook voor het eerste elftal is er natuurlijk veel onzekerheid. Want tot en met 6 april wordt er niet gespeeld. Maar ook daarna blijft het natuurlijk onzeker. Ja, je kan er wel van uitgaan dat die periode verlengd gaat worden. Omdat sowieso spelers opgetraind moeten gaan worden. Wat dat betreft is het fijn dat je natuurlijk wat spelingen hebt richting 30 juni. Omdat het EK verplaatst is. Maar dan nog steeds weten we niet wanneer we weer mogen gaan trainen. Wanneer we weer kunnen gaan voetballen. Omdat ze nog geen zekerheid kunnen geven over wanneer het virus enigszins gecontroleerd is. Ja, is er ook overleg over met de KNVB en met andere clubs? Ja, we hebben elke dag om 4 uur een call met alle clubs vanuit de ECV. KNVB informeert ons over alles. Uiteraard ben je zelf ook natuurlijk van alles op de hoogte. Dus daar is helemaal niets mis mee. En uiteindelijk zullen we volgende week alweer kijken of er eventueel extra maatregelen gaan komen. Of dat er misschien de goede kant op gaat. Het is echt van dag tot dag een beetje bekijken de situatie en veel bellen. Ik heb wel nog wat mensen gezien, maar dan ben je inderdaad meer in de buitenwereld. Inderdaad weer op de gepaste afstand dat je toch met mensen nog wat afspreekt. Alleen het is een hele andere... Hele andere manier van werken voor iedereen. Ja, want je zegt natuurlijk al veel bellen, veel videocalls, ja. Dat soort zaken natuurlijk. Hè? Ja, en veel afspraken die gewoon afgezegd worden, dat zal ook iedereen hebben. Je hebt enorme ruimte in je agenda. Je zit veel thuis, dus ook thuis krijg je een andere dynamiek. Kinderen thuis, thuisonderwijs. Je vrouw zit thuis, werkt thuis, dus je bent ook allemaal op elkaar meer aangewezen. Dus af en toe lekker dat je nog even een uurtje kan wandelen. Ook al is dat volgens mij niet altijd helemaal de bedoeling, zie je toch een hoop mensen wel nog even naar buiten gaan en frisse neus halen. En ik ben heel benieuwd hoe dat over 1,5 weken, hoe het straatbeeld er dan uitziet.